En hier is mijn partner in crime, want wij gaan de katten van Gio stelen. Ja, dat kan echt niet. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zou je denken dat ik ga sporten, maar nee, dat heb ik al gedaan. Nee, ik heb al gesport, maar ik dacht ik ga deze keer eventjes niet filmen. Ik heb ook echt zo slecht gesport. Ik heb een of andere pees in mijn arm, in mijn onderarm heb ik blijkbaar een beetje opgerekt. Dus het doet best wel veel pijn, dus ik kon eigenlijk niet zoveel doen vandaag. We zouden gaan bankdrukken, is niet gelukt. Andere oefeningen zijn ook niet gelukt, dus ik ga met een, met een niet heel erg voldaan gevoel naar huis. Maar goed, ik ga nu lekker naar huis. En ik heb een heel leuk idee. Ik wil namelijk misschien vanmiddag samen met Sam gaan inbreken bij Gio thuis. Er zijn nu heel veel bouwvakkers en mensen die aan het slopen zijn. En ik wil of heel lang in zijn huis blijven. Kijken zo lang mogelijk in zijn huis blijven zonder dat hij doorheeft. Of ik wil zijn kat gaan stelen. En dat klinkt misschien heel raar. Ik heb een hele goede band met Sniff. En ik wil in mijn appartement straks ook katten. Dus hoe grappig is het nou als ik gewoon Sniff meeneem voor de grap? Ik weet niet of ik dat ga doen of dat kan. Maar er hangen natuurlijk heel veel camera's. Dus het wordt hartstikke lastig. Zo! Ik ben lekker omgekleed en ik ga weer de auto in. Ik ga nu naar de zaak, want Ruben is daar ook en Ruben gaat vanmiddag ook mee. En ik moet even gaan kijken hoe ik het nog steeds ga doen. Want of ik ga het zo brengen van, hé, we gaan de kat stelen, we gaan Sniff stelen. Maar we kunnen dat natuurlijk niet echt doen, want als we Sniff in de auto zetten, weet je, dan wordt hij ook een beetje zenuwachtig en zo. Dat moet je niet doen voor die kat. Dus dat gaan we doen. Ik ga even langs de zaak Ruben ophalen en dan gaan we richting Rotterdam. We zijn op de zaak. Welkom. En hier is mijn partner in crime, want wij gaan de katten van Gio stelen. Ja, dat kan echt niet. Nee, maar luister. Kijk, we gaan ze natuurlijk niet echt daadwerkelijk meenemen. Maar we gaan ze wel gewoon eventjes zorgen. Dat Gio echt, dat echt goed schikt of zo. Ja, dat wij zeg maar een Snapchat maken. Bijvoorbeeld met de katten van Gio. Hey, mazzel! En dan zeggen we, mazzel, wij gaan er vandoor. Maar ik denk dat dat wel leuk is. Oh, ik heb hier eigenlijk helemaal niet over nagedacht of een goed plan bedacht. Maar we gaan er gewoon heen. En dan gaan we gewoon kijken hoe we het gaan doen. Maar het wordt sowieso spannend en leuk. Want ik heb nog geen idee hoe we daar nou precies naar binnen gaan en zo. Maar heb je nu al zin in deze video? Laat dan even een blauw duimpje achter. En abonneer even op mijn kanaal. Dat zou ik leuk vinden. Want er zijn nog steeds zoveel mensen die naar mijn video's kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. En dan gaan wij richting Gio. En dan gaan wij Sniff en Snies stelen. Ru, wacht, even. Liever Sniff stelen of liever Snies? Mij maakt niet uit. Ik heb dus een heel goede band met die kat. Ik denk dat we beter Sniff kunnen stelen. Wij willen natuurlijk misschien ook een kat in ons appartement. Daar zijn we nog over aan het twijfelen. Dus ja, ik weet nog steeds niet of ik dat moet doen. Of het nou leuk is of dat het handig is met drie van die gasten in huis en een kat. Het is wel echt hartstikke leuk. Ik vind de kat sowieso heel leuk. Alleen het enige is dat het gewoon weer verantwoordelijkheid is. En dat die gewoon heel veel troep maakt. Ja, en vooral ook heel veel haren. Ja. Dat bedoel ik inderdaad. Een kat lijkt me sowieso dus heel erg leuk. Maar ja, wij hebben dus nog geen kat. Dus daarom dacht ik, laten we gewoon Sniff gaan stelen. Want Sniff was natuurlijk echt mijn schatje. En Sniff en ik hadden gewoon een hele goede band. Elke keer als ik boven op mijn computer zat, dan kwam Sniff. En dan ging hij bij me zitten en me aandacht geven en zo. Wij gaan Sniff stelen. Let's go. Ben je even... Hé, die verbouwing is toch vandaag bij jou bezig? Ja, 5 weken lang nu. Jezus. Ja. Ben je de hele dag aan het filmen gewoon? Oh, je bent niet thuis? Nee, ja, ik ga weer naar huis. Oh, oké. Maar ik hoef er niet de hele tijd bij te zijn, zeg maar. Ga je nog wat doen vandaag? Nee. Dit was mijn activiteit aan de toren. Nou, leuk. Waar ben jij? De zaak. Nee, ik ja, nou. Nou, dat wil ik even zeggen. 23e. Ga je vanavond doen? Vanavond? Ja? Nou, misschien moet ik even kijken. Jij? Ja, ik weet niet. Misschien ga ik dat zin om te doen. We kunnen misschien vanavond wel gaan flexen. Ja, is cool. Oké, nou, laten we even weten, ja? Ja. Is goed. Joejoe! Doei, oké, ik had Gio dus gebeld. Want ik wilde weten, zeg maar, of hij thuis was. Uh-huh. Maar ik dacht nu van, ik kan nu niet gaan zeggen van, yo, hey, ben je thuis? Maar toevallig moest ik hem nog vragen of hij de 23e meeging naar een boxwedstrijd. En nu vroeg ik heel casual van, yo, ben je vandaag een beetje thuis? Dit heb ik goed gedaan. Ja, want hij gaat niet, hij verwacht niet dat we komen. Nee, hij verwacht niet dat we komen. Misschien vanavond. Ja. Dit is goed. Oké, dit komt ook top uit. En hij is dus thuis. Nou, let's go. Let's go. We gaan richting Rotterdam. Let's go! Zo, we zitten lekker in de auto. We zijn onderweg naar Rotterdam. Oh ja. Oh ja. Nee, ik zat erover na te denken, want hoe gaan we dat doen? Want ik dacht ook nog, wat nou als we zeg maar bellen met hem terwijl we zeg maar naar binnen gaan? Dus dan bel je van, joh, laat ze de tuin zien of hoe is het met de eenden of zo, weet je? Dan gaat hij de eenden laten zien. Ja, je gaat dan FaceTiming dus. Ja. Maar dan ziet hij gewoon gelijk de omgeving. Maar niet als je misschien naar boven filmt, zo een beetje zo van onder, dat je alleen de lucht ziet. Dat hij zorgt dat hij niet bij de camera staat. Want als wij dat terrein oplopen,
en hij staat toevallig in de keuken of hij loopt door het huis en hij kan de camera zien. Dan is het gewoon gelijk klaar. Dan is het gewoon gelijk klaar en dan zijn we een lul. Dus hoe gaan we dit goed doen? Het uiteindelijke doel is dus Sniff mee naar buiten nemen en even in de auto zetten. Ja, maar ook niet te lang, anders vind ik ook zielig. Nee, niet te lang, want dat maar Sniff is een vriendje van mij, hè. Sniff is mijn bro. Waarschijnlijk ruikt hij gewoon... Oh, ja. Kijk, ik heb zelfs... Hier, wacht. Ik heb nog zijn haren mee, zoals zielig. Oh, je bent echt een goede vriend, hè? Ja, Sniff en ik hebben echt een goede relatie. A few moments later. Oh god, Ruud, we zijn er bijna. Ja, we hebben nog steeds niet echt een goed plan, eigenlijk. We hebben nog steeds geen plan en ik moet plassen. Dat is lekker, man. Nee, dat is fucked up. Nou, ja. Fucked up. Maar wat is het plan? Ik denk dat het beste is om door de poort te gaan. Ik hoop dat daar bussen staan van bouwvakkers en mensen die aan het slopen zijn. Waar we gewoon een beetje achter kunnen schuilen. Waar we achter kunnen schuilen, zodat ze het niet op de camera zien. En dan kunnen we via het schuurtje daarachter langs de heg en dan de tuin in. En dan kunnen we vanuit de tuin een beetje misschien beter kijken daar in de bosjes waar ze zijn in het huis. En of we Sniff zien. Dat is ook belangrijk. En stel dat hij gewoon boven is. Het wordt ja, als hij echt wel lastig. Als hij boven is, ja, shit. Ik hoop gewoon niet dat echt niet makkelijk. Ik hoop dat Gio iets aan het doen is ofzo. Of dat hij iets. Dat hij boven even op zijn bed gaat liggen of zo toevallig. Het moet gewoon allemaal kloppen. Trouwens, weet je wat het ideaal is? Als hij juist in de tuin iets aan het filmen is. Zeg als je in de tuin weet ik van wat in de vijver of wat. Ja, dat wel. Maar dan moet je zeg maar echt heel sneaky proberen omheen te komen dat je de deur. Stel je sluit hem op. Dat is ook gaaf. Dan kunnen we Sniff gewoon meenemen. Op een gegeven moment dat hij dan komt, dan sluit je hem op. Bam. Ja. Maar we moeten eerst kijken wat de situatie is. Maar oh jongens. Het is niet heel makkelijk. We zijn nu hier bij het viaduct. Dus het is echt nog maar 10 minuutjes rijden, kwartiertje rijden. En ik ben toch wel een beetje zenuwachtig aan het worden. Ja. En ik moet plassen. Ja jongens, daar zijn we. Daar is de watertoren. Het gaat nu echt beginnen. Het gaat nu beginnen. Nu gaat het echt beginnen. Maar ja, ik zeg al. We moeten niet de auto natuurlijk echt hier in dit op het terrein parkeren. Dus ik denk dat ik hem bij de voetbalclub daar rechts ga neerzetten. Okay. Dan staat hij toch een beetje veilig. Dan moet gewoon een klein stukje lopen. Dan moet gewoon een klein stukje lopen. Maar dan kunnen we ook een beetje bespreken wat nou eigenlijk de planning is. Want eigenlijk gaan we er echt naartoe zonder dat we echt weten eigenlijk wat nou echt de planning is. Zoals altijd eigenlijk. We zijn goed voorbereid. Wat een aso, hé. Staat hij hier gewoon weer te zeiken, hè, die viespeuk. Ik ben gewoon heel zenuwachtig. Gadverdamme. Kijk, als ik moet plassen, dan kan ik niet logisch nadenken. Dus beter ga ik nu eerst even pissen. En dan kunnen we echt volop een plan bedenken of iets doen. Ja, mooi gezegd. Oké, okay, Ruud. We gaan op missie. Heeft deze missie nog een bepaalde naam? Mission Get a Sniff. Ja, Mission Get Sniff. Hé, hey, maar hoe kut zou het zijn als we nu hier lopen en dat ineens gewoon Gio hier langs rijdt omdat hij boodschappen heeft gedaan of wat dan ook. Dan zou het ook al gelijk klaar zijn. Maar als we... Hij was net in Rotterdam, dus hij komt nu ergens hier terug en toe. Maar ik denk dat als wij... Ik denk dat hij al thuis is. Ik denk het wel. Ik denk dat hij al thuis is. We gaan het zo zien. Dit wordt echt helemaal kut. Nu komen we echt dichtbij. Ruben, die vraagt net aan mij, hadden we niet vermomd moeten gaan? Dat was toch veel beter maar geweest? Ik zat erop over na te denken. We hadden gewoon een pruik moeten kopen. Want ik weet hoe die gasten van die hier nu werken bij Gio eruit zien. En dat is volgens mij een donkerblauwe polo. Met gewoon een werkboek aan. Dus ik dacht, als we nou precies gewoon een beetje hetzelfde doen, dan kunnen we gewoon doorlopen zonder dat hij het ziet. Oh, ik zie ook de auto van Louise staan. Er zijn heel veel mensen. De auto van Louise staat er. Melanie is er volgens mij. Jade is er. Oké, dit wordt wat. Jongens, we zijn er bijna. Oh, fuck. Dat is natuurlijk ook waar. Het is herfst, dus al die bladeren zijn weg. Oh, kut. Er doet net iemand dat ding open. Er doet echt net iemand dat gordijn open. Ja, ik zag inderdaad beweging. Kijk, Louise is er dus ook. Maar ik zit te nadenken. Kunnen we niet beter gewoon even Louise een bericht sturen van... Yo, wij willen dit doen. We zijn aan het filmen. Kan je ons helpen? Want hoe gaan we dit anders doen? Ik denk dat het eigenlijk wel moet. Want als hier nu 6 mensen rondlopen... En die bouwvakkers, dat is echt niet goed. Maar wel een beetje stil zijn. Kan je het zien? Nee, vraag niet luisteren. Oké, fuck. Ja, ik ga denk ik Louise bellen. Oké, bel. Kut, heb ik haar nummer niet? Nee. Fuck, ik heb haar nummer niet. Oh ja, nu? Fuck. Oh. Dit werd steeds lastiger. Ja. Maar is Gio thuis? Zag je de auto staan? Ja, ik kon ineens in dat de fruier stond. We kunnen ook proberen toch nog een beetje naar binnen te stiekem. Laten we gewoon even heel even... Wat dan? Als we eerst even gewoon even een sprintje trekken die kant op. Gewoon even een sprintje. Is dat lastig? Gewoon even één sprintje naar de andere kant. Gewoon. Ja, oké, laten we dat doen. Kan mensen vooral, als je een kinder hebt, dan zie je haar heel goed. Maar dan moeten ze de camera niet zien. Fuck, straks is ze in de keuken bezig of zo. Ja, dat is meestal staan ze helemaal gepikt. Wacht. Zullen we daar onder die bosjes gaan zitten? Nee, daar onder die bosjes. Dan kunnen we misschien... Ren daarheen. Oké, wacht. Ik ga eerst, ja? Blijf jij hier. Volgens mij zien ze dit gewoon. Oké, kom.
Buk hier. Wat is dit? Nee, kijk hier heb je een boom, hier kan je achter zitten. De deur staat open, de garagedeur staat open. Ja, maar kun je niet via die kant naar binnen? Huh? Kan niet via die kant naar binnen. Waarom niet? Dit is van die platen toch? Fuck. Anders was het echt chill geweest. Anders was het echt... Dat klopt. Wacht, hey. Gio's auto staat er niet. Wat? Gio's auto staat er niet. Wacht, dat is Louis alleen. Louis is alleen. Mag ik die kap meenemen? Huh? Dan kun je heel makkelijk die kant mee. Ja, toch? Maar dit is een gevaarlijke positie. Want Gio kan vanaf daar komen en is hij niet. Maar weet je, we kunnen ook gewoon gaan. Maar dat is leuk. Nee, weet je wel, want Louise moet ze ook niet kunnen zien. Eigenlijk is het... Zullen we gewoon het terrein oprennen? Zullen we het gewoon doen? Wacht. Ja, of we moeten scheid hebben en gewoon gaan. Gewoon het huis in weg. Gewoon gaan. Hey, zijn die bouwvakkers nog wel? Hey, wordt het wel gewerkt? We kunnen wel de tuin in. We kunnen wel de tuin in rennen. Zijkant? Volgens mij kunnen we de tuin in rennen. Maar Gio kan ook elk moment aankomen hier. Ja, oké, dit is wel lastig. Laten we sowieso eerst gewoon de gaan naar de tuin in daar. Oké. Daar moeten we heen rennen. Zoals Louise of niet. Nu is dat we Snif moeten hebben, maar Snif zit waarschijnlijk in de woonkamer. Maar we willen Louise niet laten schrikken. Zit zo bij haar. Zit zo in die kamer. Oké, we moeten echt naar beneden. We moeten naar beneden. Ik hoor net de stoeltafel. Ja. What the fuck moeten we nu doen? Want in de woonkamer wordt we 100% gezien. Fucking hell. Ja, nu ben ik echt niet, man. Hoe gaan we dit nu doen? Hey. Ik lig hier nog steeds te wachten als ze naar binnen komen. Zeg eens. Louise ook? Buitenstoel hebben we aan het kijken. Ja, toch? We kunnen ook vragen of je aan een mail doet, toch een plot.
Aan de Dory. Ja, heb je haar? Zeg dat ze naar boven moet komen. We gaan nu ja, hebben vrouw ze mee wil doen. Anders komen we nooit in de woonkamer. Oké, okay, top. Dat is top. Het zit op de markt. Jaren. Jaren. Jaren hierboven. Niet schrikken. Niet schrikken. Kom, kom, kom. Kom boven. Kom, kom. We willen Louise niet laten schrikken, maar we zijn hier al binnengekomen zonder dat iemand het door heeft gehad. De deur stond ook gewoon open. De deur stond open. Huh? Nee? Is Ricardo hier? Ik stond buiten, die is hier echt al 2 uur. What the fuck? Wij zijn hier binnengekomen, we hebben echt niemand geëcht. Niemand. Oh. Niemand weet dat we hier zijn. Nee, maar onze missie is snif stelen. Alleen we moeten zorgen dat dus Rika en zo, of dat we moeten zorgen dat iedereen even naar boven gaat. Dat wij snif even meenemen, dan maken we een story, een Insta-story. En dan gaan we kijken wat Gio's reactie. En dan moet jij even kijken of je Gio's reactie kan doen. Ik ga gewoon niet pakken, ze zijn op buiten. Ja, maar Louise staat daar nog. Ik had toch snif pakken. Pak snuf! Pak snuf! Oké, stop. Dit is... Oh, fuck. Dit is toch echt ingebleven. Dit is echt ideaal. Yes! Yes. Oké, okay. Dit is top. Dit is echt top. Dit is checkpoint 1. We hebben... Zachter. Maar hoe komen we naar buiten? Snif, maatje. Hey, broeder. Maat. Je bent een beetje dik geworden, man. Hey. Oh, snif. Oh. Hij is weer helemaal blij mij te zien. Ja. Triffo. Yo, snif, je gaat met ons mee. Ook niet jou gaan zoeken. Wacht. Of we rennen gewoon. Nee, ik heb een idee. Kijk, maar de rest mag het weten toch? Nee, het leukste is dat niemand. God, en niemand dat zijn al binnengekomen. Kijk, dat krijg ik van. Maar we zijn al binnengekomen zonder dat iemand het weet. We hebben ook niks gedaan. Alleen jij weet het. Alleen jij weet het. Maar jij moet ook doen van, hoe kan dat? Hoe kunnen ze dat hebben? Wat we moeten doen is naar buiten lopen, een stukje naar die auto waar Louise auto staat, een foto maken met Insta-story met Snif, en that's it. Want dan komen we terug. Oké, daarna mag je het eten. Dan moet je heel opvallend doen. Fuck. Dat deed hij toch? Oh, hij zei, oh. Fuck, we worden Gio's roepen. Tada, maar we dachten, ja, da. Snif staat, Snif staat. Hallo. Snif, ga je met ons mee? Ik wil heel graag een kat in Amstelveen. Maar ik dacht, waarom niet gewoon Snif? Toch? Hij is heel bang. Hij denkt dat ze van, ik kom gaan. Snif, verstop je. Snif. Luister, jij moet wel stil straks. Hè. Jij mag ons niet verraden. En lief doen. Volgens mij vindt Snif gewoon helemaal chill dat hij gewoon met ons mee. Als hij naar buiten is, dan kunnen we Snif pakken en naar buiten rennen. Dan maken we een Insta story. En dan is het gelukt. Wij hebben Snif van tevoren niet ingelicht. Snif, zeg even tegen de camera. We hebben jou niet geappt, toch? Ja, zie je. Jij hebt ook niet gezien dat we naar binnen... Ik heb niks gehoord. Ik heb nog niet... Ik ben hier al de hele tijd. We zijn hier al de hele tijd boven. Gewoon naar binnen gelopen, Pik. De deur... Nou, ik denk nu misschien 20 minuten of zo. Come on.
Oké. We gaan nu een story maken. Heb je? Gio, volgens mij heb je het niet doorgehad. Maar ik wil heel graag een kat en ik dacht, ik neem Sniff. We hebben zo'n goede band, dus ik ga naar Amstelveen. Later! Het is wel echt, joh. Zonder Jaren en Ricardo hadden we het niet gedaan, hoor. Onmogelijk. Dat was niet mogelijk. Even frisse lucht halen, Sniff. Lekker uitwaaien. Ja, hallo. Oh, de deur is dicht. Ja, de bellen aan. Zeg, kom je kat terugbrengen. Ja, dan doet hij open. Dan denk ik, wat? Hij zit er hier toch? Daar zit hij. Oh, dat is Ricardo. Heb jij het niet doorgehad? Ik heb het oprecht niet doorgehad. Jullie zaten al zo geheimzinnig te doen. Luister, ik wil zo graag ook zo'n lekker snifje in mijn appartement. Ik dacht, nou, neem me mee, je. Alsjeblieft. Ik heb het niet doorgehad, hè? Wow. Snif, je bent weer terug. Wanneer heb je ook gestolen dan? Daarnet? Ik ben naar binnen gekomen zonder dat iemand wist. Jare en Ricardo wisten ook niet dat ik binnen was. Je hebt Snif automatisch gelijk mee op shirt. Ja. Nee, Jare en Ricardo wisten ook niet dat ik binnen was. Hé, maar hoe laat was je? Louise ook. Waar is het? Je ziet hem echt zo kijken, van je ziet iemand erachter lopen. Let op. Hij kijkt naar mij. Ik kom uit die kat zo. Wij waren binnen, maar we dachten we moeten. De missie was Sniff pakken. Maar we konden. Maar dat is gewoon gelukt. Ja. Nee. Ja. Hey bro. Maar weet je wat het probleem was? Kijk, iedereen was beneden, Louise ook, maar Louise heeft ook niet gehoord dat we naar binnen zijn gegaan. Nee. Niemand weet het. Nee, dus nu eigenlijk weet iedereen gewoon iedereen makkelijk een emotie. Ja! Maar jongens, missie is geslaagd. Gee, sorry. Ik had het niet mogen doen. Maar stel dan de volgende keer gewoon Snies. Nee, hoezo? Het punt is, we gaan een keer optreden. Ah, dat doe ik dan volgende video, jongens. Bij de volgende video. Nee. Ik vind eigenlijk wel dat je moet straffen. Nee, opzout. Nee, hier is gedweld. Jongens, kappen. Nee, 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 nee. Geen paintball. Nee, 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 geen paintball. Geef de camera maar even. Louise, dat kan je niet toestaan. Kut, hij staat op zee. Maar ja. Ik kan moeilijk filmen en reloaden met één hand. Maar wacht even. Ah, kut! Oh, hij stijgt het eruit. Nee, nee! Jij werkt er mee, of niet? Hè? Jij werkt er mee! Dus? Klaar. Ik ben... Oh, hier. Nou, wat ik net ook al zei, sorry. Sorry. Ik zou het niet meer doen. Ik koop wel misschien mijn eigen kat dan. Ja, beter wel. Mag ik er wel mee? Ja, is goed. Mag ik me dan ook Sniff noemen? Ja, beter noem me Sniff de tweede. Sniff de tweede. Ah, nice. Ik zag dat de kast opstaan. Ik wil niet op de muur schieten, ik ga naar de flank. Nog een keer! Ik ben klaar, je bent gespaard! Hoe komt hij ineens naar pepperspray? Oh broer! Oh, broer! Oh broer, kappen nou! Oké, okay, klaar. Zo! Ik ben er kapot van. We zitten weer in de auto en of het gelukt is... Nou, het is best wel goed gelukt. Eerlijk. Het is echt perfect gegaan. Maar er was een moment dat ik dacht van ja, maar dit gaat niet meer lukken. Ja, maar dat was omdat Louise beneden zat. En zeg maar, we kunnen niet Louise laten schrikken. Want ze had ook echt totaal niks door. Dus als wij zeg maar naar beneden komen en ze opeens schrikt ze zich kapot. Ja, kijk, en Louise... Gio mag schrikken, maar Louise dan... Nee, dat is een beetje, dat is net even anders. Maar goed, ja, kijk, wat we net ook al zeiden. Zonder Jaren was dit niet gelukt. Want nee. Anders dan, je kan niet zomaar de woonkamer inkomen en Sniff stelen. Maar... Wat we wilden is wel gelukt. Hij snapt er echt geen klote van, hè? Nee, hij snapt er echt helemaal niks van. Hij keek ook eerst naar de andere kant op en toen zo... Ja. En zo twee keer, ja, was echt top.
Maar goed, ik vond het een geslaagde missie. Dankjewel Ruben. Tuurlijk. Voor Partner in Crime. Ja, hebben we goed gedaan. Dus vonden jullie deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later. Hey!